Nou, in Colombia heb ik kunnen waarnemen dat in het gebied waar inmiddels de regering vrede heeft gesloten met de oude strijders van de FARC, dat daar economisch eigenlijk voor geen meter gaat. Met als gevolg dat veel van die oude strijders met de rug tegen de muur staan. En dat betekent dat ongelooflijk veel cocablad nog gekweekt wordt. Onze inschatting is zo'n 1 miljoen hectare effectief per jaar, 200.000 families en dan 5 oogsten per jaar. Dat is best heel veel. Dat ga je niet tegenhouden in Colombia zelf. Dus wij moeten zelf onze barrières optrekken in de haven, in de luchthaven en wat mij betreft ook in de haven van Vlissingen. En dat is een hele zware klus die ook heel veel geld zal gaan kosten. Want wat verwacht u? Echt dat er grote getalen deze kant makkelijker nu deze kant op gaan ofzo? Ja, de analyses die ik daar meegekregen heb is dat export naar de VS moeizaam is. Dat is lastig omdat de barrières sterk zijn. De kans gepakt te worden is vrij fors. En als je gepakt wordt, zijn de gevangenisstraffen heel zwaar. Dus men maakt een rekensommetje en dan is export naar Europa een stuk makkelijker. De barrières zijn minder. De kans om er doorheen te komen is groter. En als je gepakt wordt, zijn de straffen laag. Dus wij hebben in Europa eigenlijk een situatie gecreëerd de afgelopen tientallen jaren met elkaar. Waardoor het voor deze lui aantrekkelijk is om richting Europa te exporteren. Het gaat overigens niet alleen de Rotterdamse haven, maar ook de haven van Antwerpen, de havens in Spanje, de havens in Frankrijk enzovoort. Dus we moeten echt ons best gaan doen de komende tijd om de beveiliging optimaal op te trekken. Ja, want concreet, wat voor gevolgen heeft dat echt voor ons direct hier? Nou, een groot deel van het spul is niet voor de Nederlandse markt. Dat wordt doorgelaten naar andere landen in Europa. Wat binnenkort via Schiphol is veelal wel bestemd voor de Nederlandse markt, inclusief Amsterdam. En dat betekent dus dat het zich vertaalt in Nederland veelal in geld. Dat geld dat wordt gepompt in onroerend goed in andere projecten. En daarmee wordt de reële economie besmet door drugseconomie. En dat is het laatste wat je moet hebben.